Een vrouw is afgelopen weekend in Romein ernstig gewond geraakt. Ze viel van een peert af op een bospad in de buurt van Tuzerhof. De vrouw was zaterdagmiddag ten val gekomen toen ze met het peert onderweg was op een zandpad vlakbij de onderste schraagweg. En een wanjelaar die toevallig in de buurt was ontdekte de vrouw en waarschuwde de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse, maar de vrouw bleek op dat moment niet aanspreekbaar. Niet veel later langde ook een traumahelikopter in de buurt, zodat een traumaarts eerste hulp kon verlenen. De wanjelaar die de vrouw had gevonden zag dat een peert met zadel onrustig op en neer liep. En hij had al snel in de gaten dat er niet klopte. Maar goed ook, want hij trof niet veel later de gewonde vrouw aan op het zijnpijtje. Het ongeluk moet niet veel eerder gebeurd zijn. De vrouw zou wel een helm hebben gedragen en die heeft mogelijk haar leven gered. Het peert was inmiddels gekalmeerd en inmiddels al weggehold vanwege de komst van de traumahelikopter. De hulpverleners die ter plaatse waren maakten zich ernstige zorgen voor de toestand van de vrouw, omdat ze niet aanspreekbaar was. Besloten werden om de vrouw met de helikopter naar Maastricht te brengen, omdat ze mogelijk hersenletsel had opgelopen. De eigenaresse van de manege liet een dag later weten dat de vrouw in coma loog. Wie het ongeval kost gebeuren is niet bekend. Peertrieën is niet zonder risico. Jaarlijks gebeuren er in Oostland alleen al zo'n 9000 ongevallen, hoewel slachtoffers die van een peert gevallen zijn uiteindelijk bij de spoedeisende hulp terechtkomen.